nadat ik gestopt ben met schaatsen, ja, wilde ik toch kijken wat we samen zouden kunnen doen. En vrienden van mij die gingen naar de golfbaan en zodoende ben ik meegegaan. En uiteindelijk Henk enthousiast gekregen. Ja, en zodoende zitten we nu al 2 jaar op golf. De grootste kick op de golfbaan is toch wel een bal zo ver slaan. Dat vind ik eigenlijk wel de grootste kick van golf. Dat is wel een interessante, op dit moment wel. Maar ik heb natuurlijk 25 jaar aan topsport gedaan op de schaatsbaan. En ook dat is absoluut mijn liefde. Maar ik moet zeggen, ik had nooit gedacht dat golf heel leuk, dat ik dat ooit heel leuk zou gaan vinden. Maar het is absoluut een verslaving geworden. En ik ben echt blij dat ik ben gaan golfen. Ja, ik heb hele grote bewondering voor golfers die exact gewoon de bal ergens neerleggen waar ze hem eigenlijk willen neerleggen. Wat ik zelf heel lastig vind zijn al die regels. Regels in het hoge gras en dan weer op de fairway. En dan natuurlijk safety first, maar ook zoveel andere regels. Ik kan ze niet allemaal onthouden in één keer, maar er komt wel heel erg veel bij kijken. Nou, ik ben natuurlijk begonnen met handicap 54. Daarna heb je enorme frustrerende maanden omdat je dan de bal niet raakt. Maar oefening baart kunst, dus ik ben wel verbeterd. Dus ik zou het eigenlijk wel een kick vinden als ik single handicap ga lopen. Dat is een goede vraag. Nou, ik heb Anne van Dam een keer zien spelen en dan denk je, oh my god, wat is dat gaaf hoe zij technisch in elkaar zitten. Dus ik zou daar graag een rondje mee willen lopen. En natuurlijk Joost Luiten. Dus bel me maar.